titel De Kloos is eigenlijk een later gevonden titel, gebaseerd op wat in het Engels een steegje genoemd wordt. Een kloos is eigenlijk een vernauwing, een doodlopend straatje in een arme buurt meestal. En gebaseerd op beeldarchieven van rond 1910. Op een gegeven moment bij het verzamelen en bekijken van dat materiaal moet waarschijnlijk met een ander idee bezig geweest zijn, hoorde ik op de radio de Pacem Domine van Arvo Pärt. En zo ontstond een idee van een verhaal tussen, zou ik kunnen zeggen, een zintuigelijke scheiding tussen het kijken en het horen. Maar er is natuurlijk veel meer aan de hand. Hè. We kijken niet en horen niet en ruiken niet. We doen dat allemaal samen. En ik voelde het stuk van Arvo Pärt aan als een bijna een engelendialoog van stemmen die tegen elkaar praten en die eigenlijk iets doen wat de film niet kon doen. Dus de film is voor altijd gevangen in het verleden, heeft ook geen klank en zal ook nooit meer een mond krijgen, zal ook nooit meer klank krijgen. En die muziek door die dialoog, dat links-rechtse, dat stereofonische, dat eigenlijk echt zeer ruimtelijk werkt, iets wat we tot het uiterste hebben uitgespeeld in de installatie, hè, met al onze verschillende aparte klankkanalen, waarbij dat we de harmonie die in de Pacem Domine zit ook voor een stuk laten uiteenrafelen. En waarbij dat we stemmen laten verloren lopen, die dan terug hervonden worden door de rest van de groep. Niemand bij ons in de studio. Ja, wij zijn ook absoluut geen specialisten ter zake, voor wat betreft klank of nog minder voor wat betreft een koor. Op een gegeven moment kwamen we in gesprek met Concertgebouw via een ander project. We waren eigenlijk al jaren ook in gesprek rond een interventie in de ruimtes van het Concertgebouw. Maar deze keer was daar toch echt de specialisatie en het kunnen van en het organiseren ook van het koor. De opname die voor deel van het Concertgebouw of de verantwoordelijkheid van het Concertgebouw werd. Zonder die interventie hadden we eigenlijk tot op vandaag nooit de installatie van De Kloos kunnen realiseren. Dat is wel duidelijk, omdat het ging niet zomaar over een opnieuw opnemen van een bestaand 5,5 minuten durend stuk. Het werd opgenomen tijdens COVID met 24 aparte zangers in een cirkel met een masker aan. Een klank die vrij gefragmenteerd overkwam destijds, dus het was best wel een lastige bevalling. En ook heel technisch. En dat was voor ons als kunstenaarsstudio of voor mijn studio ook allemaal nieuw terrein. Dus zonder die samenwerking met Concertgebouw hadden we vandaag eigenlijk nog steeds De Kloos niet gehad, denk ik. We zien een beeld met gedateerde kledij, kinderen zonder schoenen aan in een steegje die al lang niet meer bestaat. Dus we zien dat volume in de tijd ver weg van ons. De film eindigt met een beeld dat eigenlijk ontmenselijkt wordt van een kind dat er uitgepikt wordt, zoals verschillende van de mensen geportretteerd worden in de film voordien. Maar het apparaat stokt daar. En het is alsof, ik denk dat er ook mensen zullen zijn die, wanneer ze de installatie zien hier in Brugge, die zullen denken dat er iets technisch niet in orde is. Dus het duurt uiterst lang vooraleer er een nieuwe fase begint in de film, onmerkbaar, waarbij dat kind zijn statuut verliest van oud portret ergens in het verleden en extreem hyper gedetailleerd wordt. Omringd door de camera en dat is een moment dat dan eigenlijk verbonden wordt met de muziek, met de klank. Aanvankelijk was ik ervan overtuigd dat we die oude footage konden hergebruiken, maar toen kwam natuurlijk dat probleem dat ons jarenlang heeft beziggehouden, vandaar dat we pas nu klaar zijn met de realisatie.
van hoe gaan we onmerkbaar van de ene wereld naar de andere. Want we hebben geen kut. Er is geen césuur tussen het bevriezen van het beeld en die virtuose digitale rondgang rond dat kind. Dus hoe doen we zoiets? En dan hebben we uiteindelijk beslist om alles te reconstrueren. Maar van achterstevoren. Dus we zijn begonnen met het stoppen van de freeze van het beeld bij het 3D-figuurtje. En we zijn dat achteruit in de tijd gaan herreconstrueren. En vandaar dat we eigenlijk een één-op-één maquette hebben gemaakt, digitaal, van die straat. Ook van die mensen. Ik heb vaak en nog steeds actief, wanneer we een nieuwe film maken, uiterst creatief moeten zijn op allerhande niveaus. En dat was hier eigenlijk in de ruimtes van het Concertgebouw niets anders. Op een gegeven moment bleek dat daar in werk geïntegreerd stond van Edgar Varese. Met, ik geloof, 13 verschillende speakers die vanaf het begin van het Concertgebouw, denk ik, geïntegreerd zijn geworden in de ruimtes, in de beton. En dat was eigenlijk bestaande installatie en ik dacht, ik zou mij daar graag op, precies als een boom die op een andere boom begint te groeien, zou ik daar eigenlijk graag naar kijken of dat we daar geen plek zouden kunnen vinden. En dan bleek op een gegeven moment dat ook met de hulp van Johan van der Malen, dat eigenlijk perfect mogelijk was. En dat dat akoestisch in de plaats van een handicap een gelegenheid was om die stemmen uit elkaar te trekken, terug bij elkaar te laten komen, die harmonie te laten fragmenteren en opnieuw samen te brengen. En tot op het punt waarop ik eigenlijk, moet ik toegeven, aanvankelijk ervan uitging van ja, David, in het beste geval gaat dit een goed compromis worden in een zeer weergalmende betonnen kist. Hè. Maar het omgekeerde werd realiteit, is dat ik denk dat het lastig gaat worden om de akoestische raffinement hier te reproduceren ergens anders.